Ik ben Emma Wagemans, even als je het nog niet wist, ik ben transgender. Oh my god. Oei, 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 oei. Guys, al een tijdje dat ik uit de kast ben, begin januari zoiets, en ik krijg veel vragen van, kan je meer foto's laten zien? We hebben maar 3 foto's gezien toen je als jongen was. Wil je er meer laten zien? Want ik snap natuurlijk dat iedereen wel nieuwsgierig is. En ik dacht, wil ik dat? Want ik wil niet te graven in de groeven van de hel. Want ondanks dat ik er goed uit ben gekomen uit het proces Bennett, is het wel gewoon, niet een trauma. Maar het is wel heftig. En ik vind het vooral heftig om foto's van mezelf terug te zien. Ik ga het wel doen. Dit is ook de eerste video op YouTube waar ik niet zoveel zin in heb. Maar ik doe het toch omdat ik het ook denk dat het goed is voor mijn eigen ontwikkeling. Qua zelfacceptatie. En ondanks dat ik uit de kast ben voor heel veel volgers en heel veel kijkers, vind ik het alsnog moeilijk dat ik. Vind ik het nog steeds moeilijk om oude foto's terug te zien van sommige leeftijden. En dat moet gewoon een beetje stoppen. Ik moet daaraan wennen. Ik moet dat accepteren. Ik moet het ruimte geven. Dus here I am. Ik dacht, ik ga niet zelf de foto's uitkiezen, want dat is niet, ik weet niet, dan heb je heel veel invloed daarop. Dus ik heb mijn moeder gevraagd of ze foto's wil pakken van 0 tot 22 jaar. Dus we gaan eigenlijk al mijn jaren dat ik op deze aardbol leef, gaan we eigenlijk al de foto's terugpakken. 1 foto per jaar. En ik weet echt niet welke foto ze uit heeft gekozen, dus ik ben heel erg benieuwd. En ik hoop niet dat ik ga janken, want daar heb ik geen zin in. Oké, we gaan starten met 0 jaar. Ik vind het zeg maar zo raar dat deze baby dus gewoon, ja, ik weet niet, ik word gewoon transgender. Oei. Ik weet dat deze foto heel lang in de etalage heeft gehangen bij de plaatselijke fotograaf, omdat ze hem zo schattig en grappig vonden. I get it, ik ben stille model, dus ik snap het wel. Echt super lief, ik was echt een leuke baby. Dan gaan we naar 1 jaar. En dit was in Spanje in het huis van mijn opa en oma. Zeg maar 1 jaar, dan ben je zo, zeg maar, dan ben je zo jong en onbezonnen. En je hebt gewoon niet door, zeg maar, wat voor een moeilijk leven je gaat krijgen. En dit is gewoon zo onschuldig. En dan denk ik op het moment dat ik ga, dat er gehaat op me wordt. Of er wordt gezegd dat transgenders smerig en vies zijn. Of dat we niks waard zijn. Dan wil ik gewoon hier naar kijken en denken van jeetje, maar wij zijn ook gewoon mensen en we zijn ook zo jong geweest en zo onschuldig en het is niet, ik kan het niet echt goed onder woorden brengen wat ik bedoel. Je wordt er gewoon echt mee geboren en dat zie je nu ook zeg maar terug, gewoon een super schattig jongetje staat daar, maar die nog heel veel issues gaat krijgen en heel veel problemen in zijn leven zeg maar. Oh, op de peuterspeelzaal en ik weet nog dat hier kwam het dus een beetje, begon het al een beetje dat ik, dit was mijn beste vriendinnetje Robin. En ik weet nog dat toen kwamen de probleempjes, zeg maar. Nou, probleempjes. Toen begonnen mijn ouders al een beetje te merken van, oh, hij neigt wat meer naar roze. Hij doet al wat meer dit. En het is toch een beetje gekkig. En ik trok altijd met haar op, met Robin. En dat was echt mijn beste mattie gewoon. 3 jaar. Dus bij mijn opa op schoot. En ik weet echt nog dat ik heel erg dol op hem was. En dat ik weet ook nog dat wel dat deze foto gemaakt werd. En hier werd het zeg maar steeds zichtbaar dat ik een soort van issues had met het jongen zijn, zeg maar. En hier kwamen mijn ouders ook half achter, zeg maar, dat ik anders was dan anderen. 4 jaar in Center Parks. Met mijn zus met een bal voor de hoofd. Staat je goed, vriendin? Hier was ik 5 jaar met mijn zusje op het strand. En dit was zeg maar, dit was echt, hier werd het zichtbaar. Dat zeg maar, dat mijn vader dacht van, oh, ik denk dat er iets met onze zoon aan de hand is. En ik denk misschien dat hij wel een beetje homo kan zijn. Met mijn zus. Ja, en toen kregen we ook de eerste ruzies. Dat weet ik nog wel. Ik was echt een kutkind tegen haar vroeger. 6 jaar met mijn zusje en met haar vriendin bij mijn oma. En toen begon ik echt, zeg maar, echt verwijfd te raken. Ik was echt wel, in groep 3 was dit ook. En ik ging met jurkjes op school. En toen zijn mijn ouders ook echt, zeg maar, gaan researchen wat het nou is, zeg maar. En toen zijn we volgens mij ook in aanraking gekomen met het VU.
of het was 8 jaar, ik haal het steeds door de war. 6 of 8 jaar. Maar toen hadden mijn ouders wel echt duidelijk door van oké, dit is een apart kind. Dit is iets anders dan anders. 7 jaar. Tobianus, ik ben echt een drag queen in hart en nieren. We waren hier in vakantie in Spanje en daar hadden ze van die pruiken. En ik mocht me altijd verkleden van mijn vader en moeder. En ik had ook heel kort haar. En toen zagen we een winkeltje met echt van die tacky pruiken. Work bitch. toen kochten we er een. Ik had er dus drie kleuren aan het einde van de vakantie. En ik was er zo blij mee. Dat weet ik nog heel goed. Dat is echt een hele mooie herinnering. Gewoon het feit dat ik voelde hoe het was om lang haar te hebben. Ook al waren die pruiken echt fucking tacky. Maar het feit dat hier een foto van is, laat gewoon zien hoe supportive mijn ouders altijd zijn geweest. Gewoon, oh, we kopen een pruik voor je. En ik mocht dan ook in Spanje, omdat het daar allemaal goedkoop was, mocht ik dan ook vrouwenkleertjes kopen. En dat aantrekken en verkleden. En ik weet nog dat we dan terugkwamen in het appartement. En dat ik me meteen ging omkleden en die pruik op ging doen. En dan voelde ik me zo fijn. En het feit dat hier een foto van is, zegt gewoon dat mijn ouders echt super meegaand zijn geweest en gewoon mij in mijn waarde hebben gelaten en ook me nog op de foto hebben gezet van kijk, dat is leuk. En daar ben ik ze heel erg dankbaar voor. 8 jaar met mijn neefje. En dit was zeg maar dus echt dat ik zeg maar bij het vuur begon in mijn traject. Nog geen medicatie, maar dus wel gesprekken en alles. En dat de familie ook wist van oké, Emma of Geert die gaat dit doen en die voelt zich zo en noem het maar op. En ja, ik kan niet zoveel toevoegen aan deze foto. Buiten dat ik toen me nog niet schaamde voor mijn lichaam. En dat vind ik wel mooi om te zien. Hier was ik 9 jaar. Zwemvierdaags met mijn vader. Dat is dan een dag dat je, ja, misschien hebben jullie dat in andere steden ook wel. Maar dat je dus 4 dagen gaat zwemmen en dat deed ik dan met mijn vader. En hier hadden we onze medaille en ik was zo trots. En ik merkte dat ik hier, zeg maar, langzamerhand ongelukkiger begon te worden. Je ziet ook misschien dat ik hier vanaf de volgende foto steeds iets zwaarder ga worden. En je gaat me hier ook meer zien struggelen vanaf nu, zeg maar. Wat ik echt niet leuk vind, want ik haat dit blok oprecht. Dit valt nog wel mee. Maar mijn haar was ook ietsjes langer en ik smokkelde steeds wat mee. Maar alsnog vind ik dit echt een super lieve foto en ja, dat. 10 jaar. We hadden een strandhuisje. En hier zie je ons krabben vangen. En dan gingen we mosselen zoeken in de haven, zeg maar. Gingen we echt mosselen plukken van de kant af. En dan namen we die mee. Dan gingen we op de rotsen zitten. En dan gingen we met een wasknijpertje en een mossel eraan. Dan gingen we dan door de stenen heen. En dan gingen we krabbetjes vangen. En die deden we dan in een emmer. GroenLinks is echt sjoek. En dan op het einde gooiden we die bak om met krabben bij de zeereep. En toen gingen die krabben dus naar de zee lopen. En dan deden we een krabbenrace. En dan gingen we, zeg maar, stemmen wie dacht welke krab het snel zou zijn. En klinkt misschien heel dom, maar ik heb het de tijd van mijn leven gehad. Ook al was ik echt tering bang voor die beesten. Maar hier zie je dus ook alweer dat ik ietsjes dikker word. 11 jaar. Eindfeest groep 8, de musical. En ik had de hoofdrol. En ik weet nog heel goed, voordat we toen we begonnen met de musical oefenen, dat ik, trouwens voordat de vragen komen, we deden een zelfgemaakte musical. En ik weet nog heel goed dat ik huilend naar mijn juf kwam, omdat we dan een stukje moesten verzinnen en de rollen. En ik weet nog dat ik, zeg maar, huilend naar mijn juf toe ging, omdat ik eigenlijk een meisje wilde spelen. En toen kreeg ik ook nog de hoofdrol en toen moest ik de hele musical presenteren. En ik weet nog heel goed toen we opliepen, het was in de gymzaal. Toen we opliepen gingen we eerst met z'n allen een liedje zingen voor het podium, zeg maar. En richting het publiek natuurlijk. En toen weet ik nog dat ik een jongen die me heel erg pestte me echt keihard uitlachte met zo'n vinger, weet je wel. En ik weet nog dat ik het toen heel moeilijk vond om verder te gaan en dat ik nog gehuild heb achter. Oh. En hier was ik dus 12 jaar. En toen ging ik naar de middelbare school en daar ben ik echt heel erg gepest. Je ziet ook zeg maar dat mijn haar langer is en dat ik dikker word. En ik was echt, dit is de periode dat ik gewoon het ongelukkigst word van alles. Dit was met mijn beste vriendin, die ik helaas niet meer zo vaak spreek, maar
Die wel altijd zeg maar bij me is gebleven vanaf de eergroep 1 tot 2 jaar geleden zeg maar. En het is oké dat we uit elkaar gegroeid zijn. Maar dit is echt een ongelukkige periode in mijn leven en ik wist gewoon niet wie ik was. En ik werd gepest op school en het enige wat ik deed was thuis zitten en computerspelletjes spelen en dik worden en niet aan school zitten. En het is fucking moeilijk. En daarom had ik geen zin in deze video, omdat deze foto's nu komen. En I hate it. Nou, 13 jaar. Ik ben blij dat het nu meteen weer over is, want hier was ik... dit was een feestje die ik gaf, omdat ik Emma werd. En toen kwamen we allemaal... Toen kwamen allemaal vrienden en kennissen langs om dat te vieren met me. Het was een soort inluiding van mijn Emma worden, zeg maar. En hier werd ik langzamerhand wel gelukkiger. En ik werd minder gepest omdat het allemaal wat duidelijker was. Maar als ik zeg maar de mensen zie, zover die nu in die woonkamer zitten. Dat zijn wel ook de mensen die zeg maar altijd normaal hebben gedaan. En mijn ouders hebben gesteund en gewoon nooit raar tegen me hebben gedaan. En geloof me, ik ga jullie echt vertellen dat er genoeg volwassenen zijn geweest die naar hebben gedaan. Of vervelend of wat dan ook. En dit is gewoon, zijn allemaal fijne mensen die altijd hebben gesteund. En er voor me waren, zeg maar. Dus dank jullie wel daarvoor. Hier was ik 14 met mijn moeder op vakantie. En hier is hier maar wat gelukkiger geworden. Maar nog steeds best wel zwaar. Maar ik weet wel dat ik hier echt gelukkiger werd. En ja, het is gewoon een super lieve foto ook. Ik ben echt zo'n doetje. Hier was ik 15. En dit was bij de Walibi Friday Night. En het was vroeger altijd mijn droom om mee te doen. Dat weet ik nog heel goed. We gaan al echt sinds dat ik 9 was. En dit is dan in de zone Anton Freak. Ik was echt een fan. En dat was dus met allemaal sprookjesfiguren. En ik weet nog dat op het moment dat ik haar zag... Dat ik toen eigenlijk al zei van dit ga ik later ook doen. En toen heb ik in 2014 auditie gedaan. Toen kwam ik daar doorheen. En dat heb ik dus 3 jaar gedaan in Walibi, het acteren. En daar ben ik echt super dankbaar voor. En hier werd ik ook gelukkiger. En hier was ik ook blij met mijn uiterlijk. Ik was nog wel steeds zwaar. Nou ja, relatief zwaar. Het valt wel mee. Maar dit vind ik gewoon een hele leuke herinnering. En dit doet me gewoon heel erg goed om te zien. Oh, wat extra. Oh, ook met Claire weer. Het is zo stom, hè? Zeg maar, het is zeg maar oké dat ik haar niet meer zo vaak zie. Want we hebben geen ruzie of wat. En ook, we zijn gewoon uit elkaar gegroeid. En je merkte ook gewoon de laatste tijd dat als we dan bij elkaar waren, was het zeg maar leuk om even bij te kletsen. Maar het was niet... Weet je, je gaat niet meer zoals vroeger bij elkaar logeren of wat dan ook, weet je wel. En we veranderen allebei. En zij is nu super vette dingen aan het doen. Ze is in Amerika... maar ik zie wel, zeg maar, hoeveel ik aan haar heb gehad als vriendin, zeg maar. Dat vind ik gewoon super tof. Oh, hier was ik 17 en ik was geslaagd. Oh, zo leuk. En die boblijn, echt rough. I hate it. Maar goed, hier was ik vrij tevreden met mezelf, dat weet ik nog wel. Hier was ik 18 en ik heb heel lang amateurmusical gedaan en dit was mijn eerste hoofdrol. En dat vond ik zo leuk. En dat was zo'n leuke rol voor de mensen die het niet weten. Het is van Kunt u mij de weg naar Haarlem vertellen? En ik was Wenselaar de IJsex. En dit is zo erg mijn passie geweest. Al die jaren. En zo'n uitlaatklep voor alle shit die ik zeg maar in mijn leven meemaakte. Op school en noem het maar op. En dit was zo'n uitlaatklep. En het was zo tof om dit te mogen doen. Oh, hier ben ik 19 met Lucas. Maar Lucas en ik die... Die kennen elkaar al best wel lang. We zijn hele goede vrienden. En ik denk dat ik hem nu vanaf 14 ken. En hier zijn we samen gewoon met andere vrienden ook aan het chillen in een parkje. Ik kan gewoon altijd met al mijn problemen met hem terecht. En dat is super fijn. Nu ben ik 20. Oh, met Tori. En dat is wel grappig, want Tori ken ik dus via Go Supermodel.
En wij waren dus echt van die, ja, van die beste vriendin, ook een supermodel. En dan gingen we allemaal gekke dingen doen. En hadden we elkaar ontmoet. En gingen we samen kleding ontwerpen, ook een supermodel. En we hadden echt de tijd van ons leven. Toen speelden we het volgens mij niet meer. Want volgens mij is ook een supermodel toen al gesloten. Maar ja, we zijn er bijna, jongens. En ik huil nog steeds. Iconic. Oh, jongens. Je ziet daar Jens en Emily, waar ik de laatste vlog mee heb opgenomen, die nu samen een kind hebben. En aan de rechterkant zie je Claudia en Paulien. Um, 21 is zeg maar het jaar dat ik best wel... ik zie net pas hoe erg mijn mascara is. Ik ga stuk... Echt iconic. Maar dit is een foto met allemaal Walibi vrienden. Die dus ook mee hebben gedaan met Walibi op een of andere manier. En je ziet Claudia daar waar ik heel goed mee ging. En Paulien, ik blurde voor de zekerheid even. Ja, nou ja. En Emily en Jens dan van Family die nu samen een kind hebben. En het is super leuk om te zien. Maar ja. Oh jongens, wat haat ik dit. Ik ga dit nooit meer doen. Jullie hebben genoeg foto's gezien. Nee jongens, ik merk gewoon echt dat ik sommige dingen gewoon zo erg verstop voor mezelf. Waardoor ik gewoon helemaal gek word. En soms moet je gewoon zeg maar het kwaad in de ogen kijken en gewoon dingen doen. Maar er zit, ondanks dat het allemaal heel goed met me gaat. En dat het allemaal echt wel van een leien dakje gaat. Zit er wel gewoon in mij zeg maar pijn geworteld. En verdriet. En ik kan het allemaal niet zo goed plaatsen. En, maar dat is oké. Het is echt oké. Ah, nu kunnen jullie voor altijd lekker de tering krijgen met die foto's. Never again. Ik eis 300.000 views. Oh jongens, ik ga afsluiten. Ik ga eerst even een zak met cheese onion chips eten. Want ik ben done.